Donderdag na noodweer knapte het op, heb ik van alles kunnen doen, maar te verdeeld om te filmen. Maar dit vind ik wel even heel erg leuk om te filmen. We hebben deze van de week ook al gezien. Ik denk van Schuim van de Overkant. Ik weet het niet zeker, maar die zaten een hele tijd naar iets te kijken. Vraag me niet naar wat. Ik zou het echt niet weten. Hij staat er al een aantal minuten zo. Oké. Overigens zeg ik al, het was. Nou, de gastkat schrikt nu. Maar het was dus beter. Maar nu niet meer. Oh, Keesje, wil je ook overvallen, jongen, door het weer? Het gaat nu dus in één keer weer helemaal los. Nou, Paulus is op de terugweg en die had net ook al onweer. Bij de plaats waar die op dat moment was. Ja, daar zit je redelijk droog, inderdaad. Ja. Ik hoop dat de gaskat inderdaad naar de overkant is. Dat hij inderdaad daar hoort. En dat de rest van ons spul ook droog zit of gauw gaat zitten. Een vrijdag en vandaag de verjaardag vieren van mijn moeder gisteren en mijn vader morgen. En vandaag is ook ons neefje jarig van Paul zijn kant. Dus dat zijn er dus altijd drie op een rij. Dus vandaar dat we lekker vandaag een beetje vieren. Maar Paul mag eerst even een lekkage oplossen, weer. Waar hij vorige keer ook al beter is geweest. Op een of andere manier blijft dat steeds toch problemen geven, helaas. En dan mag terug naar de Obi, want de duwmaaier is de tweede keer gebruik en hij is al kapot. Nou, dat kan natuurlijk niet. Paul heeft dingen gekocht en gaat nu kijken of hij het kan repareren, een lekkage. Hij gebruikt op dit moment slaolie daarbij. Dan glijdt het beter of zo. Zelf heb ik weer hier en daar lopen rommelen. Alleen weer te verdeeld, zal ik maar zeggen. Maar wat heb ik allemaal gedaan? Van alles nog wat gehamerd op het terrasje. Wat gras bij elkaar geharkt om Paul te helpen. En nog een klein beetje schoongemaakt in de badkamer. En dan ga ik vast het een en ander vergeten. In ieder geval lekker lopen rommelen dus. Nou, dit kan ik trouwens wel even laten zien. Er stond niet zoveel meer op die planken, maar wat erop stond heb ik even afgehaald. En daarna eventjes het een en ander weer netjes teruggezet erop. Er staat nog veel te veel ligt er nog op de werkbank, maar in ieder geval een eerste stap, zeg maar. Dus dat kan ik inderdaad wel. Valt wel enigszins op in ieder geval. Paul heeft net de kraan weer aangezet, maar het lekt dus nu op het theestuk. En voor mij lekte die daar dus vanmiddag ook al, maar dat is weer wat anders. Voor mij was dat het eerste wat ik ontdekte vanmiddag, Paul. En je sluit Arwen op in je hobbyhokje. Maar voor vannacht doet hij het wel, denk je? Of toch niet?
Ja, nu nog een nieuw theestuk halen gaat niet, want de winkels zijn dicht. Nee, dat gaat hem niet lukken. Ik moet toch even een stukje van die dingen in voorraad gaan halen. Nou, voor nu lijkt het eventjes te gaan in ieder geval, gelukkig. Zaterdag. En het zandpad is weer een stukje gegroeid. Weer met karton eronder. Dus dat is heel erg leuk. En ik heb één tomaat hier op kunnen vangen met een stokje in ieder geval. Hoi, moppie. Ach, we kunnen niet meer spelen in de... In de? In het hoge gras. En ik heb lopen harken op verschillende plekken, zoveel mogelijk naar achteren geharkt wat Paul van de week gemaaid heeft. Er ligt nog genoeg, maar het valt een dan aan dingen, stapeltjes gemaakt. Ook bij het vogelvoederhuisje. Nou, Paul probeert nu ook nog even wat tomaten. Toch eens gaat de grond niet in. Hier dus het een en ander omheen verzameld. Maar ik zei al, er ligt nog genoeg. Hey, Mop. En wat acacia's en brandnetels die nog over het pad heen staken. Ook afgeknipt en een heel klein beetje gehamerd op het terrasje. Dus weer lekker. Her en der, ook trouwens op de kattenzolder nog weer wat opgeruimd. Dus echt op verschillende plekken weer bezig geweest. En zondag en eventjes het desje daar. Ik heb geprobeerd voor ons terras wat onkruid weg te halen, omdat ik daar wat zonnepitten wil planten. Maar meer heb ik ook niet gedaan, uiteraard. Het is tenslotte zondag. Dus. Dan houden we ons rustig. Over het algemeen. Ik zag dan een vogeltje. Maar wat mest er weg. Maar verderop op het veld stond trouwens ineens een tentje en er stonden een aantal pylonnen. Dus volgens mij mocht ik daar niet verder, dus ik ben heel stuk achteruit gereden. Het is niet mijn dingetje helemaal, maar goed, ik kan het wel. Het is niet voor het eerst dat ik ergens achteruit moest rijden. Dus. Hier zitten vinkjes. Paul heeft het wel dichtgekit inmiddels in de keuken, maar dit zijn dus, als het goed is, alleen maar nog wespen die er al zaten. Het zou echt af moeten nemen. Voordat ik begon, heb ik wel voor de zekerheid even het raam hier dicht gedaan. Ze komen hier niet makkelijk door, maar je weet het maar nooit. Dus, en het leek er net ook of er één de slaapkamer in vloog. Ik hoop dat dat niet waar is. Ik kon hem vervolgens niet meer vinden, dus ik weet het niet. En wat we met de lunch kunnen, kunnen we met het avondeten ook. Groot voordeel ten opzichte van koken in de keuken, op het elektrische ding. Het gaat ongeveer 4 keer zo snel. Nadeel als het gasflesje leeg is. Dan moet je het al even een nieuwe hebben.
Ik ben heel hard bezig geweest, want de treinentafel die in het halletje stond, staat nu in de achterkamer. En daarvoor moest ik eerst spullen aan de kant en daarna weer netjes of netter teruggestapeld. Zelfs wat lege boxen kunnen realiseren. Dus ja, ik ben aardig bezig geweest. Zo, je hebt het nog wat beter gekit in de keuken. In de hoop dat de wespen nu echt weg gaan blijven, toch? Ik hoop het wel. Of ze moeten door de siliconen heen zitten te knagen. Lijkt me ook maar niet. Dat lijkt me niet. Dinsdag en vandaag hier hoorgaas geplaatst. Ik was even vergeten dat ik het hier liever niet wou. In verband met het uitzicht vanuit de slaapkamer op de boom. Maar het is ook beter als het er wel zit. En ik heb uiteindelijk onderaan een stukje erbij gedaan. Wat over was van een andere plaats. Om het even echt dicht te krijgen. En ik heb het zandpad weer wat verlengd. En de rest van het zand moet er nog over. Maar goed, de doos ligt in ieder geval. En de jongste generatie katten is vandaag 1 geworden. Dus die zijn lekker in de watten gelegd. Wij hopen het zaterdag te gaan vieren met een barbecue. We weten nog niet of dat echt gaat lukken. Want als het loopt zoals we hopen, dan wordt vrijdag de camper opgehaald. Dus dan hebben we een dubbele reden tot feest. Een donderdag en ik kon gisteren niet meer filmen in verband met weersomslag. Maar ik heb in ieder geval hier gisteren het karton verder bedekt met zand. En verder heel veel gerommeld op verschillende plekjes. En eigenlijk vandaag ook wel. Ook heel verdeeld, ook in de achterkamer nog heel wat opgeruimd en zo. Of de logeerkamer bedoel ik. Dus echt, maar ook buiten, echt van alles. Mijn nieuwe tactiek met het terras is trouwens eventjes nieuw zand zeg maar er iedere keer tussen gooien. Dan kan ik ook iets makkelijker zien hoe alles ligt ten opzichte van elkaar. Want ik gooide er iedere keer wel zand tussen als ik er eentje aanlegde. Maar in ieder geval ben ik daar dus ook druk mee geweest vandaag. En gisteren een beetje. Maar toen nog niet met het zand, volgens mij. Of misschien ook wel. Ook gisteren een tomaatje tegen een stokje aan laten hangen en zo. Nou, echt gewoon heel veel verschillende dingen gedaan, net als vandaag dus. Ook in de keuken en zo een beetje opgeruimd. Gewoon een beetje verdeeld. Vrijdag en vanmiddag de camper dus weg als het allemaal doorgaat. Dus Paul is nu nog even de laatste dingen aan doen. Paul heeft hem gelukkig toch weggekregen, de camper. Nog even aan het proberen een beetje schoon te maken. Ik kan in ieder geval zien waar ik gebleven ben. Kleine miscommunicatie met de koper. Nee, dan wachten we nog een weekje. Zaterdagmorgen. Ik heb vanmorgen gezien dat een van de eikenbomen achterin omgewaaid is. Dus ik ga toch even kijken of ik hem toch nog kan redden. En anders vind ik het heel moeilijk. Het is dus een van de bomen uit 2018. Maar goed, Casey heeft in ieder geval zijn plekje even gevonden. Zolang ik dat karton nog niet gebruikt heb, want het lag klaar om gebruikt te gaan worden bij het pad. Dus. Daar ligt hij dus. Tezamen met allemaal onkruid wat omgegaan is.
En mooie bloemen die ook een beetje omgegaan zijn. Nou goed, ik ga even kijken dus in hoeverre dat hij echt door is. Ik vrees er een beetje voor inderdaad, maar wie weet, komt het nog goed. Ja, dat dacht ik al te horen. Het resultaat was in ieder geval van het bekijken van de eikenboom dat het lijkt alsof de stam nog heel is, gelukkig. Ik ben nog niet helemaal uit en de rest van de dag heb ik gewoon een beetje gerommeld her en der in de tuin en binnen. Zondagmorgen weer even bij Desje daar. Zo. Even genieten van natuur in eigen tuin, zullen we maar zeggen. Blijft altijd fijn. Meer aandacht, Arwen. Ja? Hij is inmiddels weer een klein beetje vrij. Ik ben er nog niet mee klaar, maar... Het lijkt er dus echt op dat die stam gelukkig nog heet, dus zei ik al. En verder, gewoon... niet echt plannen, dus... Ik zou zeggen, later eens.